8 maart aanstaande hebben wij een datingavond voor de sportieve vrijgezel bij Sportpark De Kegel. We organiseren nogal heel veel evenementen, internationale toernooien, nationale kampioenschappen. Maar we vonden het leuk om aanvullend daarop nog een uniek evenement neer te zetten. En samen met de sales van Sportpark hebben wij dit bedacht en erg veel zin in. Het evenement is een datingavond voor vrijgezellen. Gewoon lekker sporten, niet eens verplicht. Maar de meesten zullen waarschijnlijk deelnemen aan wat tennisclinics of badmintonclinics. We zullen ze gewoon leuk ontvangen met een welkomstdrankje en we zullen voor veel gezelligheid zorgen. We merken bij heel veel toernooien hier dat er veel vrijgezellen zijn die lekker sporten, maar ja, die het toch moeilijk vinden om elkaar blijkbaar te vinden. En daar kunnen wij hopelijk een rol in spelen. Hoe kwamen jullie op dit idee? Ja, eigenlijk meer een beetje sparren met elkaar hier binnen de organisatie. Om te kijken of wat voor leuke nieuwe evenementen en activiteiten wij kunnen bedenken voor iedere bezoeker, potentiële bezoeker. Ja, zo kwamen we eigenlijk op dit idee uit. Hoeveel mensen komen hierop af? Nou, wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk. Het is iets heel erg unieks en daarom denken we ook wel dat er ook echt wel wat animo voor is. Dus laten we hopen dat de hele tent vol zit. We hoeven niet per se stelletjes het eind van de avond te hebben. Het is natuurlijk wel leuk, maar het gaat erom dat iedereen gewoon een hele gezellige avond heeft. En als het nou heel goed verloopt, gaan jullie het jaarlijks herhalen? Waarschijnlijk wel, ja. Als het echt goed loopt, dan gaan we het zeker wel elk jaar herhalen. Ik denk dat het een heel speciaal evenement is, want naar mijn weten is er niet echt zo'n soort dating event, zo'n datingavond. Je kan lekker sporten, je kan lekker veel plezier hebben met elkaar en misschien is er ergens nog een leuke klik. En als er 2 mensen zich gevonden hebben, dan zijn wij hartstikke blij.